Goedendag beursgenoten. Ja, vorige week zei ik het al, de beurzen worden vriendelijker, ze zijn vriendelijker. We zien allemaal stijgende koersen, opvallend daarbij is Aegon. Die profiteert natuurlijk van de hogere rente in Amerika. Eindelijk worden de beleggers wakker. Hele mooie interviews in diverse bladen met de CEO. Wij hebben daar een strategie in, die loopt als een tierenlier. En ik vind Aegon nog steeds een heel aantrekkelijk aandeel. En dat geldt ook voor Grand Vision. Die had deze week een dag voor de belegger, waarin ze dus een beetje horizon gaven. Hoe gaan we verder? En ze zeiden, wij gaan wel degelijk door met groeien en we gaan ook overnames plegen de komende tijd. Nou, dat willen beleggers horen. Wij hebben het aandeel kopen staan. En zo heeft beursgenoten altijd visies. Hoe denken we over TomTom? Nou, ik kan u daar wel wat vertellen. Het was voor ons een schok wat er gebeurde. Google komt met een bericht. En dat is op zich nog daarom toe. Daar kunnen ze niks aan doen. Zij kunnen niet beslissen of TomTom wel of niet klanten van hen afpikt. Maar wat ze wel kunnen doen, is in ieder geval adequaat reageren. En zeggen, we staan er. En niet twee dagen later zeggen, het is een wake-up call. Zeer teleurstellend. Ook John de Mol zal er teleurgesteld over zijn. Hij is groot aandeelhouder. Wij hebben het aandeel speculatief genoemd, want ik weet niet of dit uiteindelijk goed zal komen met TomTom. De soep wordt nooit zo heet gegeten als opgediend. Maar op dit moment moet ik eerst maar eens eventjes de mist opgetrokken zien worden. En zo houdt beursgenoten elke dag de aandelen bij. We hebben niet alleen het magazine, we hebben een optiecalculator, we hebben een site. En op die site worden elke dag aandelen geëvalueerd. En u kunt het ook aanvinken in de alert service. Op het moment dat wij schrijven over de aandelen die u aangevinkt hebt, hoeft u zelf niet eens te kijken. U krijgt automatisch een mail in uw mailbox. Misschien een reden om ook lid te worden van beursgenoten. En als je lid wordt, bent u natuurlijk van harte welkom op het symposium 7 december in de RAI, waar u kan komen, eten, drinken, aangeboden krijgt en uiteindelijk na het symposium, smiddags rond een uurtje of 4, vrijkaarten om vervolgens de Luxury Fair over te gaan. Hoe kan het allemaal? Beursgenoten, wordt u ook beursgenoot? Wordt dus nu abonnee.